Intussen zijn de verschillende scholen van start gegaan met het nieuwe schooljaar 2020-2021, maar dan wel in het nieuwe veilige normaal. Welkom, dit is het COVID-19-journaal. Omdat er COVID-19 in Suriname is, moet ik mezelf en mijn kinderen extra beschermen om veiliger naar school te gaan. Ik hou mijn kind met griepverschijnselen thuis. Ook als iemand anders met griep of COVID-19 in huis is. Voorlopig moeten we een mond-neusbedekking op als we naar school gaan. En voor extra bescherming neem ik ook mee mijn flesje hand sanitizer en een schoon doekje. Ik ga meestal met de bus. En ik ga met de boot. Mijn moeder brengt me. We lopen. Ik ga op de fiets. Voordat ik in de bus stap, zorg ik ervoor dat ik mijn mond-neusbedekking goed op heb en dat ik mijn handen goed ontsmet. In de bus zit ik altijd bij een open raam. Dat is veiliger en ook lekker fris. Als ik in de boot zit, raak ik zo min mogelijk dingen aan. Ook mijn gezicht niet. Mijn moeder loopt altijd met me mee tot aan de poort van de school. Want ouders mogen het schoolerf niet op. Bij de poort wordt onze temperatuur opgemeten en onze handen worden ontsmet. Kinderen met griepverschijnselen, bijvoorbeeld koorts, niezen of hoesten, worden niet op het schoolerf toegelaten. Dit om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Daarna kunnen we met onze mond-neusbedekking op veiliger het schoolerf op. Afgelopen vrijdag heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somoharjo, een bezoek gebracht aan de IPJ Berkenveldschool. Hij stak de leerlingen een riem onder het hart voor het nieuwe schooljaar. Berkenveldschool, daar ben ik geweest. De directrice doet daar heel goed werk. Ze heeft met haar team heeft ze toch de school een facelift kunnen geven. Ik geloof en ik hoop dat de kinderen daar een goede opleiding genieten tot MULO. Mijn kinderen zijn daar ook naar school. Ik heb de kinderen moed proberen in te spreken. Ik heb ze gezegd, jullie cijfers is heel erg belangrijk. Maar gelukkig zijn is nog belangrijker. Kijk, we zitten nu in de tijd van Facebook, van Instagram. Alleen maar neppe berichten. Ik heb ze gezegd dat van Instagram is alleen maar met filter. Je leeft nu in de echte wereld. Zorg ervoor dat je dankbaar bent voor wat je ouders of je verzorgers je geven. Want niet iedereen kan naar school. Zorg ervoor dat je lief bent voor je leraren. Maar vooral voor je medeleerlingen. In deze tijd wil iedereen populair doen. Maar juist degene die het moeilijk hebben om vrienden te maken. Als je een popiopie bent, stap naar diegene toe. Zorg ervoor dat die wordt opgenomen in je vriendengroep. Dat deed ik ook altijd. Zorg ervoor dat de mensen die moeilijk vrienden maakten in mijn vriendengroep werd opgenomen. Dan werd het schooljaar makkelijker voor hun, voor mij, voor iedereen. In de afgelopen afleveringen van het COVID-19-journaal heeft u kunnen opmerken dat ook de verschillende scholen een start hebben gemaakt met het nieuwe veilige normaal. Ook de IPJ Berkenveldschool heeft volgens de minister er goed gehoor aan gegeven. Mijn eerste indruk was dat ze genoeg hand sanitizers hebben. Ze hebben genoeg mondmaskers. Ik kwam binnen en daar was zo'n automatische temperatuurmeter. Dus wat betreft COVID geloof ik wel dat het goed gaat. Maar ik blijf herhalen, het ligt aan jezelf om ervoor te zorgen dat je het niet krijgt. Aan de regels houden, handen wassen, mondkapje 1,5 meter. En wat betreft school, ik geloof wel, mijn jongens hebben altijd goed school daar gevolgd. Ze hebben altijd goede begeleiding gehad en de juffrouwen en de meneren waren altijd lief. Dus ik geloof wel dat dat daar goed is. Vandaag heeft het COVID-19-journaal een bezoek gebracht aan de Sint-Gertrudeschool aan de Schietbaanweg. We maakten voor u het volgende verslag.
De protocollen worden nageleefd en we letten erop. 'S Morgens bij de poort, als de leerlingen aankomen, worden hun handen ontsmet. Gemeten, ouders worden niet toegelaten. Dus we leven de protocollen na. De leerlingen houden zich aan de protocollen. De lagere klasse, als ik het even mag doorgeven hoe ik het doe. De kleuters, die hebben dus geen mond- en neuskap op. Ja, ze gaan dus naar de klas. En ik heb dus een groepje van 17 om hen bij. De eerste klas, dat is een gewoonte bij ons, dat de eerste klassers dus in de klas pauzeren. Oktober, november, eigenlijk het heel eerste kwartaal. Dus de eerste klassers blijven in de klas pauzeren. En ik heb dus een schema gemaakt waarbij de dames ook een schema krijgen en een dag waarop hun klas naar buiten mag. Vandaag is bijvoorbeeld dinsdag, dan mag klas 4 naar buiten. En dan is de juf dus verantwoordelijk. Ik heb de zesde klas elke dag op school, dan zijn zij ook buiten. Maar dan zijn ze dus op het achtererf en dan gaat die tussenpoort hier dicht. En de vierde klas is hier, waar wij nu zijn, op de bank, afstand. De kinderen komen met hun natte doekjes, hun hand sanitizer. En gelooft u me, ze vegen hun tafel zelf, ze vegen hun stoel zelf. Alles doen ze even zelf. Je moet je handen bij het hand sanitizer spuiten. Je gaat je handen meten. Moet je hand sanitizer op het tissue zetten en je tafel vegen. Dan kan je gaan zitten. Met dit corona, COVID-pandemie, vind ik het wel een beetje saai, want ik heb vrienden met wie ik meer wil omgaan. Handen geven, maar dat kan niet. Het is een beetje moeilijk. Moeten we rekening houden. Ik wil iedereen zeggen dat van, wees voorzichtig in alle tijden. Was je handen op tijd. Ontsmet zolang je iets aanraakt of zo. Draag je mondkap altijd om. Je moet je mondkap aanhouden, handen wassen goed. En je moet afstand houden. Over het algemeen, ik praat niet alleen over de ouders van de Gertrude School. Het is een beetje zwaar, weet ik. Niet op elke school is het zoals u wilt. Het is de indeling is gemaakt door de schoolleider naar haar inziens, want ze kent haar school. Dus ik wil u vragen om tevreden te zijn. U heeft misschien 2 of 3 kinderen op een school en ze gaan niet dezelfde dag. Maar wees tevreden dat ze toch naar school gaan. Ja, we moeten het samen doen. We kunnen niet met ieder rekening houden qua broertjes, zusje. Voor sommige ouders is het goed uitgevallen. Echt. En voor sommige ouders weer niet. Maar geef de moed niet op. Het is een zware dag voor ons als schoolleiding. Dat wel. Maar we hebben ons beste beentje gedaan om toch een goede start ervan te maken. Dus ik zeg altijd, het is een driehoekshandel. Leerling, leerkracht, ouder. We hebben elkaar nodig. Dus ouders, petje op. En we gaan ervoor. We moeten het samen doen, toch? Oh, ze zitten in de zesde klas, dus sinds het begin hebben we ze al op de hoogte gesteld. Dus ze is al heel goed voorbereid. En ze is ermee gaan wennen. En ik hoef er niet elke keer te zeggen dat ze de hand moet sanitizen. Uit zichzelf weet ze het al. Nou, je leert ze. Kijk, COVID is wereldwijd, dus je gaat ze leren dat ze met niemand aan niemand moeten komen. Ze moeten hun handen steeds reinigen en ze moeten voorzichtig zijn. Bent u tevreden met de protocollen hier op school? Ja, hier op school wel. Je ziet toch wel nog een beetje drukte, maar het valt mee. Ik hoop dat het veilig blijft. Ten eerste werken we mee met wat de leerkracht ons toegeeft. Zodat het ook ons veilig is. En blijven met die kinderen die naar binnen moesten gaan. We werken mee, we stromen met de leerkrachten. Wat de regels zijn. En voor de rest, als we daarmee stromen, gaat alles goed. Zolang het zo doorblijft, is het wel safety. Maar voor de rest hebben we niks te klagen daarmee. Want hoe je keert of draait, het COVID blijft bestaan. Het enige
wat we wel in vertrouwen hebben in wat de leerkrachten gaan doen met ons, met die kinderen. En daar stromen we mee. Ik hou me altijd aan de COVID-19 maatregelen. Daarmee geef ik het goede voorbeeld aan mijn kinderen. Ik hou mijn kind met griepverschijnselen thuis. Ook als iemand anders met griep of COVID-19 in huis is. Ik was nu veel vaker mijn handen. Tenminste 20 seconden lang. Met water en zeep. Als er geen water in de buurt is, gebruik ik hand sanitizer of opgeloste alcohol. Ik doe het op mijn handen en wrijf het goed in. Alle virussen gaan dood. Wanneer ik naar het toilet moet, wacht ik rustig mijn beurt af. Er mag maar één kind tegelijk in een toilet of wasbakkenruimte zijn. Ik reinig mijn handen altijd voordat ik in de bus stap, voordat ik het schoolerf opga en nadat ik naar het toilet ben geweest. En als we, wanneer we thuiskomen van school, direct onze handen wassen en onze kleren in de was doen, zijn wij allemaal een beetje schoner en veiliger. Wanna, 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 wanna. Wanna, 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 wanna. Tot slot van dit COVID-19-journaal doet minister van Binnenlandse Zaken Brontosso Mohardjo een beroep op de totale samenleving. Als minister van Binnenlandse Zaken, maar vooral als mede-Surinamer, laten we op elkaar letten. Laten we in deze COVID-pandemie elkaar op wijzen dat we aan de regels moeten houden. 1,5 meter afstand, je handen continu wassen. Ik zou zeggen tot het bijna kapot is gewassen. Je mondmasker opdragen. Deze COVID gaat voorlopig blijven. Zoals de president dat ook zegt, we moeten wachten totdat er een vaccin is. Maar totdat die vaccin is, laten we op elkaar letten. Want COVID is geen grap. Je kan eraan doodgaan. Wij trachten op deze manier ook een beroep te doen op de scholieren. AUB, hou de afstand. We snappen het. Je bent pas weer op school en hebt er erg naar uitgekeken. Maar de 2 meter afstand, dat hoor je in acht te houden. Zet altijd wel je mondkap op en zorg ervoor dat je je handen altijd ontsmet. Dit was het voor het COVID-19 journaal. Let goed op jezelf en natuurlijk ook op anderen. Tot morgen.